Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er zo openlijk een aanval wordt geopend op een andere gereputeerde advocaat door één advocaat in zo'n zaak. Saskia Belleman, Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het megaproces Marengo, zou niet alleen via zijn neef Youssef contact hebben gehad met de criminelen in de buitenwereld, maar ook via zijn eigen advocaat Ines Weski. Hoe zit dat? Ja, dat is wat André Sebrechts, de nieuwe advocaat van Youssef Taghi, vanmorgen in de rechtbank heeft gezegd. En dat was nogal een bommetje dat hij dropte, want het is een gereputeerde advocaat, Ines Weski. Sebrechts liet ook niet na om aan te geven hoe integer en ervaren zij is. Maar tegelijkertijd zei hij van ja, uit het dossier en uit allerlei communicatie tussen familieleden van Taghi blijkt toch, of lijkt naar voren te komen, het beeld dat ook Ines Weski is gebruikt om berichten over te brengen aan Ridouan Taghi en vervolgens ook weer berichten naar de buitenwereld terug te brengen. Ja, en dat was toch een suggestie die is een paar maanden geleden die ook gedaan. Toen werd er tijdens de zitting gesproken over de roze olifant. Ik weet niet precies waarom dat zo werd genoemd. Een onderzoeksteam zei toen dat het bijna niet anders kan of Weski had berichten naar buiten gebracht. Maar het Openbaar Ministerie zei vervolgens dat er geen enkele bevestiging voor dat vermoeden is gevonden. Nou, kennelijk heeft Sebrechts toch in het dossier aanwijzingen gevonden waaruit zou blijken dat niet alleen Youssef Taghi onder druk dat heeft gedaan. Destijds was dat met die iPads, hè, het communiceren op die manier. Ja, we hebben beelden gezien waarop Youssef Taghi en Ridouan Taghi met elkaar communiceren. Ze praten over koetjes en kalfjes en ondertussen werden er dus op notitieblokjes en op iPads dingen geschreven en dat werd dan tegen het raam gedrukt zodat de ander het kon lezen. Dus ja, daar is niks aan te ontkennen. Dat is gewoon gebeurd. Maar ook Ines Weski. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen, wat heeft het eigenlijk voor zin om een andere advocaat te belasten? Levert dat iets beters op voor je eigen cliënt? Nou ja, hoe zitten die verhoudingen eigenlijk? Nou ja, ik heb Ines Weski zelf gesproken. Die was enorm aangeslagen en ook wel overstuur door wat er gezegd is hier vanmorgen. En zij ook van ja, er klopt helemaal niets van en hij slingert allerlei suggesties de wereld in Sebrechts, maar heeft daar geen enkele aanwijzing voor. Een pen met USB kregen we dan te horen? Ja, nou ja, Weski heeft in een eerder stadium ook al eens gezegd, een USB-stick naar binnen smokkelen in de EBI, godsmogelijk, dat kan gewoon niet. Dus ja, ze is enorm geraakt door deze suggestie dat zij een parallele communicatielijn zou hebben onderhouden. En ja, je zou kunnen zeggen, het maakt voor Youssef Taghi niks uit, want hij heeft dat ook gedaan. Maar het is misschien wel, en dat benadrukte Sebrechts heel erg in zijn verhaal, een manier om aan te geven hoe ongelooflijk zwaar die druk kan zijn die uitgaat van Ridouan Taghi, dat hij er zelfs in zou kunnen slagen om zijn eigen advocaten te dwingen om communicatie over te brengen naar de buitenwereld. Maar ja, het is nogal een suggestie die natuurlijk van de ene advocaat over de andere komt. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er zo openlijk een aanval wordt geopend op een andere gereputeerde advocaat door één advocaat in zo'n zaak. Ja, het was toch wel even een bommetje dat afging in de rechtszaal.